Woon zich al van een spookrier op de N280 in de richting van Borksem. Het verkeer dat op de tweebaans autoweg in de richting van Remunre, kost de spookrier gelukkig ontweken. Terugde van het AZC kregen agenten in een patrouillewagen de spookrier in het vizier. De bestuurder van de politiewagen veroorzaakte een kleine aanrijing. Daarna zo de bestuurster van de auto dat tegen het verkeer in gereden was de auto aan de kant. Agenten vermoeden dat de vrouw onder invloed was van medicine of een andere stof. Daarom is de vrouw overgebracht naar het politiebureau en werd daar een bloottest gedaan, want ook al was het woensdagavond Halloween en een spookrieer wil ze toch liever neer tegenkomen.